Wanneer een melkveehouder ervoor kiest met een werknemer aan de slag te gaan, is een onderlinge verstandhouding uiterst belangrijk. Enkel zo kan naar optimale resultaten worden gestreefd. Die relatie moet groeien en kan uiteindelijk uitgroeien tot hechte vriendschappen. Ma relation avec Thierry, elle est plutôt très bonne, je pense. Voilà, c'est évidemment mon patron. On a ce contact salarié-patron. Mais enfin, on a aussi cette relation d'amis. Et c'est aussi vachement important quand on travaille que voilà, on a cette relation-là qui me paraît primordiale, quoi. Alors j'ai choisi le salarié parce que j'ai trouvé que ça correspondait à un besoin sur l'exploitation, un besoin de main-d'œuvre évident. Et surtout aussi le fait que j'ai aussi d'autres responsabilités. Donc il était impératif de trouver, de créer de l'emploi sur l'exploitation pour me seconder et pour me remplacer quand je ne suis pas là. Donc aujourd'hui, c'est la mission que remplit le salarié. C'est-à-dire qu'il connaît le travail comme moi et il le fait comme il se doit d'être fait. Au début, elle est dictée parce que c'est moi qui décide. Et puis avec le temps, elle se partage, elle fait l'objet de discussions, de débats, de points de vue. Et puis à un moment, ça se passe bien dans la mesure où les gens sont capables de partager, de s'écouter. Alors en 2017, j'ai commencé à vouloir chercher un peu un ouvrier pour avoir une solution pour remplacer réellement mon père. Et alors Vincent a entendu que je cherchais quelqu'un et il s'est proposé. Et puis on a regardé un peu voir ce que ça coûterait, comment intégrer ces paiements-là en plus dans le revenu tous les mois, parce que l'air de rien, c'est pas toujours si simple. Puis quand on a eu tout compté, ben, on s'est lancé et voilà que ça fonctionne maintenant. Je suis ouvrier, mais c'est mon patron, mais ça peut être mon frère, ça peut être mon père. On est vraiment fusionnel, on est tout le temps ensemble. Je fais partie des meubles, je fais la famille. Je suis ici comme à la maison, moi. Et je suis content de l'avoir fait. Ce qui est bien, on est deux jeunes sur la ferme, surtout lui, enfin, moi déjà un peu plus vieux. On est à deux sur la ferme, donc on est un peu flexible dans le travail. C'est surtout ça l'avantage du bazar. On vient le matin dans l'étape, un peut commencer à traire, l'autre peut faire un vélage. Les surprises du matin quand on arrive dans l'étape. Ou bien j'ai eu des vélages la nuit, je me lève un peu plus tard parce que je n'ai pas dormi la nuit. Vincent est là, il commence le travail. C'est ça le gros avantage d'avoir un ouvrier. Omdat er door verschillende landbouwers beroep wordt gedaan op Marijn, bouwt hij met meerdere boeren een band op. Die boeren staan ook in onderling overleg. Ze zetten enkele jaren terug een economisch samenwerkingsverband op poten om Marijn een fulltime baan te geven. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, het is eigenlijk zo, het is samen met mijn schoonbroer en mijn zus. Zijn een van de vier partijen. Een onkel van me is een tweede partij. En dan nog een klant van Marijn is een derde partij. En wij zijn de vierde partij. Dus ja. Het was eigenlijk al van zijn schoonbroer, die veearts is, die zei van ja, ik heb een schoonbroer die wel hier en daar komt, wil komen helpen. En zo heeft hij hier stage gedaan ook. En dan na zijn studies is hij even zelfstandig geweest. Maar dan komt hij wel helpen, maar heb je zo niet de zekerheid dat hij kan komen. En we zochten wel, ook met andere klanten van hem, zochten we eigenlijk wel een vaste, geen fulltime, maar wel een vaste kracht. En ja, dan zit je even samen en bespreek elkaars noden en wat je ervoor over hebt. En voor Marijn komt dat ook op het ideaal moment, omdat hij ook een vaste job wou. En niet van de hak op de tak als zelfstandige moest beginnen. Dus ja. In het begin is dat altijd een beetje moeilijk. Heel in het begin, als je elkaar nog maar kent, is dat een beetje moeilijk. Je moet elkaar aftasten en zoeken van wat kan ik wel, wat kan ik niet. Of wat verwacht de boer van mij. Maar het is nu 2,5 jaar dat ik dat doe, maar als ik zelfstandig was, was ik hier ook al
Dus heb ik veel geleerd hoe dat ik moet te werk gaan. En dat loopt eigenlijk echt wel heel familiaal. Zo. En we kunnen dingen tegen elkaar zeggen en we kunnen ons gedacht zeggen en we kunnen ook een keer boos zijn, we kunnen een keer blij zijn, we kunnen een keer, ja. Maar dat is belangrijk. Pieter zegt dat altijd, het begint bij communicatie. Het Interreg-project Cowform wil meer werknemers aan de slag krijgen op landbouwbedrijven. Per regio is een studieclub opgericht, de zogenaamde Focus Farms. Onder begeleiding van melkveeadviseurs wisselen Vlaamse, Waalse en Franse melkveehouders hun ervaringen uit over de arbeid op hun bedrijf. Wie geïnteresseerd is om als melkveehouder iemand onder de arm te nemen of wie zelf aan de slag wil op een melkveebedrijf, kan terecht op de website www.cowform.eu.